Maar laten we dat niet hier doen, want we hebben hier nu te lang rondgelopen. Dus al mijn gezicht is hier nu, weet ik veel hoe vaak de camera's. Steeds in Brussel en de jongen slaapt nog. We moeten eigenlijk al gelijk weg. Dus ik ga ze even wakker maken. Geuze, moet je even kijken wat we net zien. Daar heeft hij heel zin in. Ja, dat rook ik dus de hele tijd. Yes. Oh, our pockets are full. So now we can go. We stripped your room, man. We're leaving. Waarom praten we Engels tegen? We zijn veel te laat, we hadden om 8 uur willen weggaan, maar dat is niet gelukt. Echt awesome. Yes. Ik ben een fucking zieke baas. Hey jongens, ontbijtje fixen. Laten we even een... En een douche alsjeblieft. Meer als nee. Ja, jij stinkt echt. Hey, maar dit is wel echt, ik ga hier niet weg zonder ontbijt. Ik heb echt fucking honger. Een heel groot probleem. Zeg maar. Wij zijn op pad gestuurd om vanuit Amsterdam naar Barcelona zonder geld te overleven. Heeft u misschien iets van een restje van gisteren of iets wat je kan missen voor deze ontzettende platzakken? Zet hem maar. Sorry? Zet hem maar. Zet hem maar. Oh, ja? Meneer. Oh, oh yes. Oh, oh, u bent een baas. Oh, dit is echt lekker, hoor. Echt hartstikke bedankt, hè. Nou, jongens. We zijn weer onderweg. Ja, tol. Eerst tolweg in Frankrijk, ouwe. Dit is van die shit, die ga je niet onderuit komen, man. Nee, weet ik. Maar we willen die 20 euro aan uitgeven. Want die tank is ook bijna leeg. 16:30? Ja, zet toch. Nou, we zijn blut. Oké. Okay. Oh, geen geld meer. Nope. Hebben we niks meer nu? We hebben ja, drie nog wat. Ik ben hier helemaal klaar mee. Oké, boys, we zijn omgekleed. Iedereen is weer fris. We moeten nu echt even geld bij elkaar zien te harken. Ja. En ik weet dat daar in ieder geval een tuiltje met wat water is. We kunnen mensen auto gaan wassen. Ja. En we kunnen bij de wc gaan staan, want daar hoef je hier in Frankrijk niet voor te betalen. Maar toevallig bij deze pompstation wel. Pak erin, pak erin. We are traveling from Amsterdam to Barcelona, but we don't have any money. So we were wondering if maybe we could wash your car in exchange for just a little bit. No, thanks. You like to sponsor us for a little bit? You want to help us out? We've got to keep going. Sorry. Okay. Sorry, guys. Okay. Sorry. Just one. One. I'll do it. I'll do it for it. Thank you very much, man. I'm gonna wash your car. Satisfied customer right there. Can I ask you a question? No? No? Oh, Espanol. No, I don't understand. You don't understand? Can I clean your car for money? I don't understand. Ja, ze gebruiken allemaal een beetje dat taalverschil. I don't understand. Om ons gewoon maar een beetje hier ons lot alleen te laten. Hoe kan dit? Is het alleen in Nederland dat je moet betalen voor het toilet of zo? Ja, in België was het ook zo, maar we spreken gewoon die Franse taal niet aan, hè? Een euro. Snap je? Nou, oké, fuck it. Ga even kijken wat Martijn doet. Dit is een hopeloos iets. Ja, Martijn is nog steeds bezig. Geen succes? Nou, je hebt één fan die had 10 euro gegeven. Waar is hij? 10 euro? Die heeft 10 gegeven. Maar daar schiet was nog niet heel veel mee, want we hebben iets meer nodig dan dit, toch? Ging het bij jou? Ik vind het al fucking veel. Ja? Bij mij, heb jij niks? Niks. Maar iedereen loopt gewoon straal
bezopen door, wil ik zeggen, maar ze lopen gewoon door alsof je niet bestaat. Ik ben er helemaal klaar mee, eigenlijk. Jongens, ik heb een briljant idee. Ik heb Martijn, heb ik gisteren, ons nummerbord zien veranderen. Met duct tape. Dat hebben we nog steeds. Ja. Wat als wij het nummerbord veranderen? Fuck it, één keer ethisch, niet verantwoord, maar gewoon lekker gaan tanken. De camera's registreren een verkeerd nummerbord, ze kunnen ons nooit tracen en op die manier kunnen we één keer een goede tank halen. Fuck it, doe. Yes! Ja. Maar laten we dat niet hier doen, want we hebben hier nu te lang rondgelopen. Dus al mijn gezicht is hier nu, weet ik veel hoe vaak, door camera's gescreend. Ja. Dus de volgende tankstation doen we dat. Ja. Ik heb hier de lettertjes van de EO klaar liggen, dus het is gewoon uitstappen. Boom, 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 go, go, tanken, rijden, boeken! We moeten hem hier eerst even ergens parkeren. Doe hier? Ja, nee. Uit. Oké, okay, daar. Okay, snel. Onscreen. Alles onscreen. En hier en daar die camera's. Ja, zie je daar hangen camera's. Ja. Maar ziet dat ons? Ja, hier zou ik vooral laten. Oké, ik ben een beetje wel voor, maar het gaat meer, hebben ze ons kentekenplaat gezien? Nee, die niet helemaal van ons daar. Nee, toch? Nee. Denk het ook niet, die zit ook achter een bermpje. Ja. Oké, want dit jongens, dit zijn de camera's waar we het over hebben. Die jongens. Uit. Waarom zit ik zonder vermomming? Je hebt een bril op. Wij op zich, ik vind het echt een dief. We zien het. 70 euro, dat is de max. Ja, dat vind ik. Yo, broek hem, kom naar binnen, 70. En weg deze. Tada! Zo fucking dom. Zo dom. Tering me gaan we zonder hier ook. Oké, we moeten hier zo snel mogelijk die stickers weer afhalen, want we zijn hier kapot strafbaar bezig. Ja. Ja, die sticker erop. En toen was het weer ons kenteken. High five. Boeken, 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 boeken. Yes. Kijk, we zijn aangekomen in Bordeaux. We zoeken nog een slaapplek voor vanavond. Dus als jullie iets weten, een familielid, of misschien zit je zelf in de buurt, laat ons weten. We zijn desperate. Laten we gewoon vragen aan hotels of ze nog één kamer over hebben. Do you have any rooms left? Fully booked. Fully booked. Can I take one of these? Very good. Thank you anyway. Bye-bye. Toch wat eten. Toch iets. Hallo, good night. Bonsoir. Okay, so, here's the story. We don't have any money. We got nothing. We had nothing. And we were hoping that maybe there was a room where we could sleep tonight. For 269 euro, yes. Yeah. Have a great evening. Ik denk dat nu het probleem ook is, om 12 uur gaat... is de manager er niet meer. Dus zo'n pik die hier nu staat, die gaat hier niet over. Die kan niet zomaar een kamer gaan weggeven. Mooi hier? Links, maar lekker. Oké. Spannend campagne. Ga gewoon in dit hotel tukken. Gaan hier alles verstoppen? Jongens, dit is het duurste hotel van heel fucking Bordeaux. Zo ziet het er wel uit, ja. Echt. Ik zou hier prima... Het is echt een stuk beter dan een auto, kan ik je vertellen. Ja. Laten we even een paar verdiepingen omhoog houden. Hallo. Echt ziek goed beveiligd hier. Ja, zeker. We lopen drie trappen omhoog. En we zijn nog vier man in de gaten gegaan met oortjes en telefoontjes. Ja. 200.000 subscribers, so it would be a really good promotion. Yeah, but that changed the wrong thing. Okay.
Ik heb de prijslijst gekeken. 10.000 euro. 38.000 euro. Gozer, ze zijn gewoon fucking zwervers. Niet normaal, man. Vandaag één broodje kebab op. En een snoepje uit de hotellobby. Een snoepje net. Riskeren een boete voor wegrijden en benzine. Fucking dom. Geen slaapplek voor vanavond. Kak. Gaan we maar in de auto slapen? In de auto slapen? Ja. Ik vind het cool. Dat is geen Martijn, auto slapen. We hebben echt geen andere optie, hè. Wat moeten we dan? Slapen in de auto vanavond. You only need that kid out now. Wat is het afsluitingspraatje dan maar, hè? Ah ja. Hey, vonden jullie het nou een leuke video? Vergeet dan. Ja, vergeet even niet een duimpje omhoog te doen, het is niet met respect het wel. Kijk zeker de andere afleveringen ook van de roadtrip, die staat hier onderin, daar zo in de beschrijving. Die worden minstens even kut. Dus lekker kijken iedereen. Ja, like is ook social media. Zie je volgende week. Tjallas. Tot morgenochtend. Zwart? Alles is zwart? Ja. Kom maar, kom maar. Maar dit is het lief, dit is het lief, dit is het lief. Dit is het lief.